Welkom bij aflevering 4 van Hennigee. Ja, we hebben gewonnen van Heerenveen, maar dat was wel in de lijn van de verwachtingen. 2-1. Ja, daar zijn we zeer content mee. Nog steeds ongeslagen. Boven Ajax staan we. We zijn helemaal vrolijk. Ik vond de beste speler Dumic. Hij maakte weer een schitterend doelpunt met de kop. Wel, daar zijn we tevreden over. Van het weekend tegen AZ, Alkmaar-Zaanstreek. Dat is een club die ons wel ligt. AZ had ieder jaar moeite met ons als wij daar naartoe moeten. Ik heb goede verwachtingen. We komen ook weer oude bekenden tegen. Ali, onder andere. En Rens van de Eide. Ja, Rens loopt met een masker op, maar we herkennen hem toch wel. Dus ik denk dat Rens zondag beter dat masker af kan doen. Ik ben bang voor Rens dat hij het zondag met Ron Vlaar, dat ze het moeilijk krijgen. Wij met die snelheid in die voorhoede. Op snelheid worden die twee ouwe geklopt daar. Scheidsrechter Blom. Ja, dat is toch wel een van de betere scheidsrechters in Nederland. En ik denk dat we het wel mee treffen. Ik heb een goed gevoel dat we die lui eerst dat we achterkomen. En dat we uiteindelijk toch 2-2 gaan spelen. Ik heb er een goed gevoel weer bij. Alkmaar Kaas. En Zaanstreek. Ja, van die vieze mayonaise. Maar ja, we doen het er maar mee. We hebben niks beters. We moeten van A tot Z bij de les blijven. Oh ja, AZ. Red ik het tijd. We moeten tegen AZ. Tot zover aflevering 4. En hou je.